Welkom bij deze video en vandaag wil ik je vertellen hoeveel herhalingen en hoeveel setjes je moet maken wanneer je aan krachttraining doet. Voordat ik het bord achter mij uit ga leggen, wil ik vertellen dat je hier wel vanaf kan wijken, want je zult heus wel sterker en heus wel gespierder worden. Maar over het algemeen zijn dit vaste richtlijnen en dit zijn de gegevens die wetenschappers hebben onderzocht en keer met keer zijn deze herhalingen en deze setjes gewoon de beste uitkomst. Dus dat wil niet zeggen dat wanneer hier achter mij op het bord iets staat dat je niet sterker wordt of niet gespierder wordt. Om te beginnen, heb ik hier het een en ander opgeschreven. De activiteit, die mag voor zich spreken. Box jump, squat, bench press, daar kom ik zo op terug. Het aantal setjes. Dus stel je voor, we doen 3 keer 10 bankdrukken. Gewoon bankdrukken wij 10 keer. Hebben we wat rustpauze. Dus je eerste setje, bankdrukken we weer 10 keer. Dat is je tweede setje. Reps, oftewel herhalingen. 10 keer 3 bankdrukken is 10 herhalingen. Pauze, weer. Rust. De rust tussen de setjes en de reps in. TUT, dat is de time under tension. Dus hoe lang zijn de spieren die je aanspreekt onder spanning? In het geval van bankdrukken weer als voorbeeld. Het kan zijn 1, 2, 3, 4, 4 seconden onder spanning. Dan hebben we tempo. Hier is het gegeven voorbeeld. Bij de benchpress is het 2-0-2-0. Dus 2 seconden excentrische fase. 0 isometrisch, isometrisch staat voor beet houden. En 2 seconden concentrische fase en weer 0. Dus als ik bank druk, is dit 1, 2, 0, 1, 2, 0. En als laatste hebben we intensiteit, dat is hier 100%. Dat wil zeggen hoeveel moeite, hoeveel energie vraagt dit van je lichaam. Dus 100% is alles en 0% is geen moeite tot niets. Oké, dan heb ik het volgende opgeschreven: explosieve kracht, maximale kracht, spiermassa en spieruitdagingsvermogen slash uitdagingsvermogen. De eerste activiteit, daarbij een boxjump, dus ergens opspringen bij een, of bijvoorbeeld een obstakel van bijvoorbeeld een meter hoog. Het aantal setjes, 5 tot 10 plus. Herhalingen 1. Rusttijd 3 tot 5 en eventueel meer. Rusttijd. Time and attention, een x 0, want je wilt ergens opspringen en dat kan je niet sneller of langzamer doen. Het tempo is hierbij ook niet van belang, het moet zo snel mogelijk. En de intensiteit 100%. Als ik iemand vraag om op een doosje te springen van 30 centimeter, dan kost het vrijwel geen moeite en dan train je niet op een volle 100%. En als wij iets kiezen van een meter of anderhalf, waarbij iemand alle 100% moet geven om erop te komen, dan trainen wij op 100% intensiteit en vandaar dat je ook maar 1 herhaling moet doen met een grote rusttijd, omdat dit een zware klap op je lichaam is. Daarna hebben wij maximaal kracht. Ik heb voor mijn voorbeeld heb ik een squat genomen. Dus powerliften, strongman, etc. Mensen die sterk moeten zijn. Het aantal setjes is 5 of minder. Herhalingen, reps 3 tot 5. Herhalingen. Rust 3 tot 5. En eventueel wel meer minuten rust tussen de oefeningen in. Maar over het algemeen wordt hier 3 tot 5 minuten voor gebruikt. Omdat je ATP hierbij is hersteld. Time under tension 1 tot 4 seconden. Tempo 1, 0, 1. Afhankelijk van hoeveel je nodig hebt. Dus wij zakken hier 1 seconde tijdens een squat. We houden beneden niks vast. Komen in 1 seconde omhoog. Daarna heb ik een X neergezet. Want iedereen die aan zware krachttraining doet, weet je hebt even 1, 2, 3, 4, 5 seconden nodig om even lucht te happen, jezelf in schrap te zetten en vandaar door te gaan. Intensiteit, je wilt sterker worden, dus je moet inmiddels zwaar trainen, 95 tot 80% van je kunnen. Dus stel je voor je kan 1 herhaling maken met een squatten met 100 kilo, dan is een gewicht van 95 tot 80 kilo, 80 kilo goed. Om spiermassa bij te komen, heb ik de benchpress als voorbeeld genomen. Er is de 3 tot 5 setjes, 8 tot 12 herhalingen. De rusttijd is een halve tot een hele minuut. De time under tension 4 tot en met 12 seconden in een tempo van 2, 0, 2, 0. 1, 2, 0, 1, 2, 0. Met een intensiteit van 80 tot 65%.
En als laatste hebben wij spieruithoudingsvermogen. En ik heb hier spier tussen haakjes gezet, omdat ik hier twee voorbeelden heb genomen. Tricep extensions of hardlopen. Met beide manieren van trainen zul je spieruithoudingsvermogen trainen. Alleen het ene is meer geschikt als je een gevorderde krachtsporter bent en je hebt last van een bepaald iets wat ik zo zal uitleggen. Of je een duurloper bent, dan is het een hele andere manier van trainen. Als jij een hardloper bent, heeft het geen nut om je spiergroepen afhankelijk en los te trainen. Tenzij je ergens last van hebt, maar over het algemeen als je een marathon of iets dergelijks wil lopen, is dit niet nodig. Terwijl als jij bijvoorbeeld een bankdrukker bent en jouw borstspieren zijn ruim en sterk genoeg. En jouw triceps zijn bijvoorbeeld ook wel sterk genoeg, alleen die verzuren vrij snel. Dus je bent aan het bankdrukken en mijn spieren die verzuren vrij snel. Terwijl ze nog wel de kracht hebben, dan kun je zeggen van oké, ik ga tricep extensions doen. Puur om het uithoudingsvermogen alleen van mijn tricep beter te maken, zodat ik daar meer of beter kan bankdrukken. Over het algemeen wordt die techniek niet heel veel gebruikt, maar het zou wel kunnen. Daarbij 1 tot 3 reps, 12 herhalingen, 3 setjes, 12 plus herhalingen. Rusttijd 30 seconden, 4 seconden, 2-0-2-0 tempo en op 50% van je kunnen. Dan is er nog een laatste ding wat ik wil uitleggen en daarvoor moet ik het bord achter mij even uitvegen. Oké, ik heb achter mij een tabelletje gemaakt wat ik heb uitgebeeld in jaar. 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 10 jaar aan krachttraining. En hetzelfde geldt voor massa, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jaar massa training. Je kan niet sterker worden dan dit. Het jaartal daar gelaten. Dit is je maximale kracht wat je kan krijgen. Er bestaat geen sterke persoon ter wereld als dit. En hetzelfde geldt voor de massa. Je kan niet verder dan deze lijn. Dit is het allermaximale, het breedste, het grootste wat je kan worden. Ook alle bonen of niet. Heel veel mensen denken dat wanneer je 5x5 traint, je voor kracht traint en voor 3x12 voor massa traint. En dat is ook wel zo. Alleen, heel veel mensen denken dat wanneer je voor kracht traint, het zo gaat. Je traint 4 jaar, je krijgt kracht erbij en geen massa, afhankelijk van jouw potentie en wat jouw genen je toelaat, hoe snel en sterk je kunt worden. En hetzelfde geldt voor massa. Je traint een aantal jaar, je krijgt massa erbij, je wordt niet sterker. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dit. Wat er gebeurt is dat je de eerste paar jaar, stel je voor, hier is nul, je hebt nog nooit getraind. Als we de krachtlijn aanhouden, de zwarte lijn, je ongetwijfeld massa erbij krijgt en ook kracht erbij krijgt. Maar naarmate jij meer gaat specificeren in enkel krachttraining en krachttrainingmethodes, zal je massa niet meer zo snel gaan en je kracht zal aanzienlijk toenemen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor een bodybuilding slash massa type training. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien, dan kun je onder deze video abonneren. Of neem eens een kijkje op mijn kanaal en daar vind je nog meer van zulke soort video's. Tot volgende week!